hartelijk welkom op dit symposium over christelijk geloof en evolutie. Daar kan ik veel over vertellen, ook in de inleiding. Maar ik wilde, voordat wij een aantal zakelijke mededelingen met u gaan delen, wilde ik eerst een gedeelte uit de Bijbel lezen. En dat doe ik uit Psalm 62. Dat heeft te maken met het feit dat een en andermaal in de 2-3 bundels die ik daar heb liggen, wordt benoemd dat de ziel wel eens in perspectief van waar we mee bezig zijn vandaag een probleem zou kunnen worden. Is de ziel iets wat puur vanuit het materialisme is opgekomen? Is de ziel een aparte schepping? Is de ziel iets wat samen met de religie en de moraal zich ontwikkeld heeft? Tenminste wanneer je uitgaat van een evolutionaire ontwikkeling. Of is er sprake van een speciaal geschapen ziel? The soul of the gaps noemt Gijsbert van der Brink ergens in zijn boek het probleem van de ziel of de uitdaging van de ziel. Er gaat een debat ontstaan over de ziel vandaag, maar ik denk dat het gepast is om een psalm te lezen met u over de ziel. Nou, het zijn er nogal wat natuurlijk, veel psalmen over de ziel, gelukkig. En ik heb gekozen voor psalm 62. Dat doe ik met reden, omdat Psalm 62, toen Etty Hillesum, u kent haar, vanuit Westerbork naar Duitsland werd vervoerd, zij een briefkaartje uit die goederenwagon gooide. Dat briefkaartje dat is gevonden, het staat in een van haar boeken afgedrukt, en dat is ook een briefkaartje uit Psalm 62. En daarin gaat het over een rots en over zekerheid. Nou, in dat kader lees ik met u Psalm 62. En we gaan ook van Psalm 62 gaan we ook zingen. Ik doe het in de HSV-vertaling. Een psalm van David voor de koorleider over Jeduthun. Zeker, mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet zeer wankelen. Hoe lang nog bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult alle gedood worden. U zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, met hun binnenste vervloeken zij. Sela. Zeker, mijn ziel zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. In God is mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. Zij scheppen behagen in leugen. Met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Zeker, mijn ziel zwijg voor God, want van hem is mijn verwachting. Zeker, hij is mijn rots en mijn heil. Vertrouw op hem te alle tijden, volk. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht. Zeker, eenvoudiger zijn een zucht, aanzienlijke leugen. In de weegschaal gewogen zijn zij tezamen lichter dan een zucht. Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen toeneemt, zet er het hart niet op. God heeft één ding gesproken, ik heb het tweemaal gehoord, dat de kracht van God is. En ook de goede tierenheid is van uw Heere, want u zult een ieder vergelden naar zijn werk. Aldus Psalm 62, een van de psalmen uit het Oude Testament, waarin de ziel een grote rol speelt. Zoals ook hier vanmiddag voor een deel. We gaan ervan zingen met Psalm 62, vers 2 en vers 4. Daar is die. Thank you.
Laten wij samen bidden. Heere, dank dat wij vanochtend bij elkaar mogen zijn om u te beginnen de lof toe te zingen. En om te belijden over onze ziel die zo afhankelijk is van u. En die af en toe ook stil mag zijn voor u. Wij bidden vanmorgen om de leiding van de Heilige Geest, Heere. Wanneer we met de materie bezig zijn, zoals vandaag, dan af en toe wordt het ons bang te moede. Dan hebben we af en toe het idee, laten we de hand maar op onze mond leggen. We weten het niet. Het geloven, het begrijpen, het onderzoeken, het is ons te wonderbaar. Te moeilijk ook soms. Te aangrijpend. En daarom bidden we in het bijzonder vanmorgen en voor de hele dag om de verlichting van de Heilige Geest. Bij ons, zoals we hier zitten en gaan luisteren. En bij de mannen en de vrouwen die we gevraagd hebben om iets te zeggen over dit onderwerp. Dit wat wij vinden een moeilijk onderwerp te zijn. Hoe lezen we, Heren, de woorden van u uit de schrift? Hoe lezen we de natuur? En hoe brengen we dat dien al nog bij elkaar? Help ons, geef ons wijsheid, geef ons eensgezindheid, geef ons nederigheid, misschien ook wel voorzichtigheid en een gevoel van samen zoeken. Samen zoeken, niet altijd eens zijn, maar wel samen zoeken. Op dat, want daar gaat het toch om, op dat onze kennis van u, van de schriften, van u Heer Jezus Christus, vermeerderd wordt. Op dat we dat ook weer mogen delen met anderen in de kerk en in de samenleving. Onder die druk, onder die uitdaging staan wij ook. We zitten hier niet bij elkaar, Heren, om met elkaar een dag wetenschap te doen. Maar we hebben toch allemaal het gevoel dat we iets daarmee mogen doen in de samenleving die zich zo van u afkeert. En daarom bidden we dubbel. Help ons vandaag. Geef ons een goede geest ook met elkaar. Dat bidden we in de naam van de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Welkom nogmaals. Dapper dat u hier bent, want het is een loodzwaar programma. Ik heb het niet samengesteld, dat heeft William gedaan, die man die erachter staat. Dus als u om 4:30 vanavond knikkenbollend bij het laatste debat zit, dan weet u, het is zijn schuld, daar, die man daar rechts. Een loodzwaar programma, dus dapper dat u hier gekomen bent. We hebben verschillende werkvormen om het voor u nog een klein beetje aangenaam te maken. Ik ga zo eerst de drie samenstellers van de bundel ga ik interviewen. We hebben lezingen, ook met de toverlantaarn hebben we erbij, zodat u af en toe eventjes naar wat plaatjes kunt kijken. We hebben twee debatten met elkaar en we hebben ook nog twee grote fora. En u mag, als u durft, ook nog een vraag stellen. Dus wat dat betreft proberen we het voor u zo aantrekkelijk mogelijk te maken. U mag uw mobieltjes, voor zover u dat niet gedaan heeft, mag u uw mobieltjes uitzetten. En mijn rol die zal misschien wel een beperkte zijn. Ik heb een vreselijk schema gekregen van William tot op de minuut. Ik ga dus, geachte sprekers, ik ga jullie aan de tijd houden. Dat is het meest, ik doe wel eens een congres, het meest lastig bij theologen. Want theologen zeggen dan, ik heb ongeveer 8 minuten bij me en dan blijkt het 19 minuten te zijn. Niet 9, maar 19. Theologen hebben een eigenschap om hun eigen lezingen, ik hoop ook niet hun eigen preken trouwens, veel te kort in te schatten dan ze in werkelijkheid zijn. Dus ik ga jullie aan de tijd houden. Dan weet u dat vast, want congressen waarbij mensen over de tijd heen gaan, dat vindt het audience, dat vindt u weer buitengewoon vervelende congressen. Het is een lastig onderwerp. Ik heb een week op zitten studeren. Ik heb hier 3 boeken liggen. Nou, u kent ze allemaal. Het eerste boek van Gijsbert. Dan, en God dat zag dat het goed was, het antwoordboek als het ware. En oorspronkelijk van Mart-Jan Paul. En het risico is dat je dan in... Nee, laat ik het anders formuleren. Als ik doorvraag op een bepaald standpunt, dan heb je kans dat er een soort one-liner uitkomt. En dat wil ik niet. Ik ben journalist ooit geweest en een journalist wil graag 1 krantenkop. Die en die zegt dubbele punt.
dat wil ik niet. Maar af en toe zal ik door moeten vragen op een ingenomen stand. Dus dan weet u een beetje dat debat. Dus ik vraag mijn collega's journalisten vandaag gewoon net te doen alsof er geen belangrijke dingen worden gezegd. Geen krantenkoppen, geen headlines. Want je zal toch met over dit onderwerp met een headline in de krant komen of op televisie. Ik weet er alles van en dan kan het jaren misgaan, zeg ik er maar even bij. Dus ik ga proberen wel door te vragen af en toe, maar niet met de bedoeling om er een krantenkop van te maken, dan weet u dat. Verder hoop ik dat we het een beetje gezellig hebben met elkaar gewandeld. Want u zit hier een hele tijd, u zit hier tot 5 uur en wee uw gebeent als u eerder weggaat, want dat zie ik heus wel. En dan ga ik dat gewoon benoemen ook. De eerste 20 minuten tot 10 uur zijn voor de samenstellers. Ik hoop, ja, ik ken uw voorgeschiedenis niet. Ik weet niet wat u allemaal gelezen heeft. Heeft u hem al gelezen? Had u Gijsbert gelezen? Dacht u, ja, als ik dat lees, dan weet ik er niks meer van. Dan ga ik gewoon Martjan nog een keer lezen. Dat weet ik allemaal niet. Dus ik moet maar een beetje uit van een klein beetje voorkennis, maar toch niet alle voorkennis door in die boeken die u gelezen heeft. Er zijn 3 samenstellers van die bundels. Van de bundel, dat zijn William de Boer, René Fransen en Rick Peels. Kom even naar voren, mannen. En ik heb van tevoren hen een aantal vragen opgestuurd. Namelijk vragen van... zijn er alle vragen die Gijsbert heeft gesteld? Doe deze het, jongens? Die doet het, ja. Dit is William de Boer, die is verantwoordelijk voor dat dodelijke schema waar u vandaag mee te maken heeft. Dit is Rick Peels en dat is René Fransen. Doet hij het? Hij doet het, ja. Ik had jullie 7 vragen opgestuurd. En ik begin gewoon, u weet het hè, dit boek geeft 25 antwoorden, althans doet een poging om vragen die het boek van Gijsbert oproept, om die vraag te beantwoorden. En als je het gelezen hebt, zegt Martjan Paul, krijg je weer 25 antwoorden, vragen erbij. Dus we gaan gewoon volgend jaar weer een congres organiseren over de 25 vragen die overblijven na dit symposium. Dat houdt ons ook een beetje aan het werk. William, wat was voor jou de grootste vraag toen je het boek van Gijsbert las? Dat is toch de vraag die beantwoord wordt door Erik Peels in het boek. En die gaat over de historiciteit van Genesis 1. En wat is het belangrijkste wat jij het antwoord van Erik hebt gehaald? Ik kan het beste illustreren zeg maar, aan de hand ook van de kritiek die de afgelopen weken, maanden ook is geklonken. En mag ik die even illustreren aan de hand van 1 citaat van een predikant die dat gewoon, ik geloof 1 of 1,5 week nadat het boek is uitgekomen, vanaf de kansel zijn gemeente voorhield. En die ik toch wel heel erg typerend vond voor alles. Ik moet zeggen, zegt deze predikant, ik moet zeggen, ik ga me in toenemende mate over van alles verbazen. Ik heb me vorige week, dat is niet goed voor mijn hart, maar ik heb het wel gedaan. Ik heb me vorige week geërgerd over dat nieuwe boek dat uitgekomen is, over de schepping. Waar 23 van de 25 scribenten eigenlijk een loopje nemen met het eenvoudige belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. Dan staan er theologen tussen gemeenten die onze jongens moeten opleiden tot predikant. En her en der vraagtekens zetten daar waar de schrift een uitroepteken zet. Dat komt er nou van, gemeente, als je niet meer wilt worden als een kind. En op jouw vraag terugkomend, is dat nou zo belangrijk? Dan zeg ik ja. Nou, deze quote staat voor mij een beetje voor een heleboel van de stevige reacties die we hebben gekregen. En voor mijn gevoel gaat het, zeg maar, dat soort reacties gaan terug op een bepaalde vooronderstelling. En die vooronderstelling is dat het evident is voor iemand die de schrift leest, die in Genesis begint, dat de schrift leert, de aarde is 6000 jaar geleden geschapen in 6 dagen. Dat noemen wij intuïtief lezen. Want die term komt heel veel voor in de boeken. Intuïtief lezen, zo lees je de Bijbel. Ja, min of meer inderdaad, min of meer intuïtief. Nou, het staat er toch gewoon, er wordt gesproken over 6 dagen... Nou, als je het een beetje uitrekent, dan kom je op ongeveer 6000 jaar. Je wou een lezing gaan houden. Nee, oké. Okay. Rick, ja. Wat was de vraag van jou? Wat was de belangrijkste vraag in eerste instantie naar aanleiding van het boek van Gijsbert? Ja, dus het viel mij wel op dat de discussie heel erg gaat over Genesis 1 tot 3. Bijna een obsessie daarmee. En ik dacht, van, ja, ik geloof in de Bijbel als het woord van God, niet louter Genesis 1 tot 3. Dus hoe zit het met al die andere teksten? En Stefan Paas heeft daar een prachtig hoofdstuk over geschreven.
in het boek. En dat heeft me laten zien dat bijvoorbeeld Genesis 1 tot 3 belangrijk is, het onderdeel van het woord van God, maar ook niet zo heel erg belangrijk. Maar wat was jouw vraag? Dit is het antwoord wat Stefan geeft. Toen jij het boek van Gijsbert las, wat was jouw vraag dat je dacht, hier wil ik nog een antwoord op hebben? Nou, ik had 25 vragen. Nee, maar, welke was van jou? Nou, dus een belangrijke vraag die ik heb en die ik ook nog wel overhoud, is een vervolgvraag. Is, dit gaat heel erg over christelijk geloof aan de ene kant, evolutietheorie als biologische theorie aan de andere kant. Maar de laatste jaren wendt de evolutietheorie zich ook naar het geloof zelf. Dus zoekt een verklaring van waarom mensen geloven. En ook neurologische verklaringen. En dat is een heel interessant nieuw vakgebied dat opkomt. En daar liggen nog heel veel spannende vragen. Dan komen we een beetje bij de ziel ook uit. En de ontwikkeling van evolutionair ontwikkeling van geloof in dien al. Ja. René Fransen, bioloog. Ja, de vraag die toch een beetje overbleef na het lezen van het boek van Gijsbert is van ja, hoe lezen we nu de Bijbel? Die kaders, die zou je heel graag willen. Ik denk dat het heel lastig is om die heel strak te stellen. En ik denk dat dat ook een beetje verder is uitgediept hier in dit nieuwe boek. Maar was dat nou je vraag? Hij heeft er 400 pagina's aan gewijd, hoe lezen we de Bijbel? En toen bleef voor jou de vraag over, hoe lezen we de Bijbel? Nou ja, ik denk dat we daar nog steeds niet uit zijn. Dus, ik vond het een prachtig boek. Ik heb het heel veel aan gehad en ik vond het heel boeiend. Je gaat hem wel denken, oké, maar wat kan ik hier nu mee als bijbellezer, als niet-theoloog ook? Oké. In dit boek gaan 23 van de 25, sommigen zeggen 23,5 van de 25, gaan uit van evolutie. Straks gaat Jeroen de Ridder een buitengewoon provocerende stelling gaat hij lanceren in het debat met Gert van der Brink. Niet Gijsbert, met Gert van der Brink. Dat wetenschapsfilosofisch het heel erg is als je niet in evolutie gelooft, zoiets. Hij zegt het nog erger. Is dat ook jouw uitgangspunt? Ja, want... Oké, Erik? Ja, je mist iets heel belangrijks. Maar wil ik één ding aan toevoegen. Dus er was vanmorgen een interessante spanning in hoe je begon. Dus je zegt, ja, spannend, moeilijk, we durven en zo. Maar we zongen ook Psalm 62, laatste vers van Psalm 2. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Dat vind ik nog net iets bijbels, hoor. Dus ik denk dan, we kunnen dat gewoon onderzoeken. We kunnen met een open mind dat verkennen. En dan, Is het jouw uitgangspunt, was mijn vraag? Ja, voor dit boek wel. Ja? Ja. Ja, voor dit boek wel? Natuurlijk. Hallo, ook voor jou? Nou, ik heb er wel redenen voor. René? Ja, ik geloof niet in evolutie. Ik geloof in God de schepper. En evolutie is, denk ik, op dit moment de beste manier, de beste wetenschappelijke verklaring van hoe die schepping zich heeft ontvouwd door de miljarden jaren heen. En dat geeft niet af en toe aanvechting, omdat dat hele intuïtieve lezen van de Bijbel, waarbij in ieder geval ik ben opgegroeid, ja, wat minder dacht ik, dat geeft geen aanvechting. Nou, ik ook al een beetje hoor. Ik ben toch op het boek van de schepping of evolutie van de EO nog van... Ja, de EO. Ik dacht, wanneer komt die? Dat intuïtieve lezen, ja. Dat trok mij ook heel erg toen ik tot geloof kwam. Maar dan ga je nadenken en je gaat nog meer lezen. En dan denk je weer, wat is eigenlijk intuïtief lezen? Want al die mensen die... Lezen wat er staat. Ja, zo simpel is het. Ja. Maar wie vindt het nou intuïtief dat de aarde op pilaren staat? Dat staat er ook. Dat lezen we heel anders. We hebben hele discussies over mag de vrouw wel onderwijzen. En in datzelfde stukje in 1 Timotheus 2 zegt Paulus dat de mannen moeten bidden met geheven handen. Daar hoor ik niemand over. Dus dat intuïtieve, dat is ook niet zo intuïtief. En die pilaren uit Psalm 104 is dat, geloof ik, hè? Dat gaan we vanmiddag aan Martjan vragen. Want die heeft daar een antwoord op. Is het wel belangrijk dat we dit doen? Ik heb hier iemand twitterde mij deze week, vorige week. Laten die jongens zich met nuttige dingen bezighouden. Bijvoorbeeld het evangelie verkondigen in Nijkerk. In plaats van hier met elkaar een beetje staan te debatteren. William, is het wel nuttig wat wij doen vandaag? Nou, ik denk dat degene die dat getwitterd heeft wel nuttiger dingen kan doen dan dit twitteren. Dus laat die zijn tijd goed gebruiken met het verkondigen van het evangelie en het zorgen voor de armen zoals hij schreef. Ja. En nu jij? Ja, ik denk dat het is gewoon een kwestie. Het is je kunt er wel helemaal niets mee doen, maar dan blijven alle vragen toch hangen. Hè? Dus zo zitten we in elkaar. En ik denk dat theologen echt een hele serieuze taak hebben, opdracht hebben om als dit soort dingen spelen, om daarop te reflecteren. Hè, dus ik vind het gewoon een opdracht om daar niet niets mee te doen. Jij ook, Rick?
Zeker. Dus Jezus zegt in het Nieuwe Testament: heb de Heer je God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en al je kracht. Als er nou één christen op aarde was, dan zou ik zeggen, nou ga dan voor de armen zorgen, evangelie brengen, dat soort dingen. Maar we zijn toch met ietsje meer. En dit is de opdracht, dus denk ik van nou, als je aan de universiteit werkt, dan kun je in het bijzonder daar aandacht aan besteden. Jij werkt ook in de universiteit, hè? Groningen? Ja. Ik doe ook veel andere dingen, behalve nadenken en bezig zijn met schepping en evolutie. We zijn actief in onze kerk, we spannen ons in, mevrouw en ik, voor de vervolgde kerk, et cetera. Maar dit hoort er wel bij, zeg jij, ja? Ook om bijvoorbeeld de twintigers bij de kerk te houden, dan moet je toch in ieder geval de ruimte bieden om vragen te stellen. Nou, in onze gemeente doen we dat ook. En je moet ook een aantal antwoorden kunnen geven, antwoorden die ook acceptabel zijn, ook voor bijvoorbeeld schoolleden die aan de universiteit werken. Dat is dan de vraag ook die we gaan behandelen, want Martjan die citeert Daniel Dennett en die zegt die evolutietheorie, dat is een heerlijk zuur, vanuit zijn atheïstische visie, een heerlijk zuur wat de gemeente ingaat. Maar die quote, die komt vandaag, dat weet u dat vast, die quote komt vanmiddag ook nog wel. Een heerlijk zuur. Goed, 25 vragen zijn beantwoord. Welke vraag blijft er voor jou over na lezen van jullie boek? Op dit moment is voor mij eigenlijk nog maar één vraag echt wel voorlopig wel even beantwoord. En dat is de vraag naar of Gods leiding en voorzienigheid samengaan met toeval en willekeur in allerlei evolutionaire processen. Dat is een vraag die ik... Er zijn drie hoofdstukken bijdragen die gaan erover. Alle andere vragen die van mij zeg ik van nou, het zijn hele mooie antwoorden soms. Soms wat speculatief, daar heb ik wat minder mee. Maar gaan een goede kant op. Maar... die mogen nog wel verder uitgewerkt worden. En één vraag heb ik heel specifiek overgehouden. En dat is toch wel naar aanleiding van de soms stevige reacties op het boek. Van waar komt dat nou precies vandaan? En laten we daar nog een keer ook met elkaar aandacht aan besteden. Zeg maar, waar komt dat precies vandaan? Waar gaat het op terug? Welke opvattingen zitten daaronder? Over die stevige opvattingen? Ja. Nou, maar dat kan ik je wel uitleggen. We hebben 1900 jaar de Bijbel in een bepaalde manier gelezen. En dan in de 20e eeuw gaan we hem... Bram van de Beek zegt, gelukkig, onder invloed van gelukkig de biologie, gaan we de Bijbel anders lezen. Dan kan ik mij voorstellen dat dat verzet oproept. Ja, intuïtief verzet. Rick is niet met je. Rick is niet met mij eens. Rick, jij ook niet? Nee. Oh, jij ook niet? Ja, dus dit kun je echt aantonen dat het onjuist is, Andries. Dus die hele letterlijke historische lezing van Genesis 1 tot 3 bijvoorbeeld, die komt vrij laat op. Dus in de tijd van de reformatie vind je hem voor het eerst, of op grotere schaal. Dus in de grootste gedeelte van de kerkgeschiedenis wordt het heel anders gelezen. Mens, Adam en Eva, moeder van alle levenden, waren eens in een tuin. Dus de hele setting suggereert al niet dat je het als een letterlijk historische tekst moet lezen. Nou, en zo is het ook meestal gelezen en de reformatie komt een andere lezing op. En eigenlijk in de 20e eeuw vinden we pas die harde creationistische, wetenschappelijke, natuurlijke, historische lezing van zo'n tekst. Dus het is een heel recent fenomeen en dus ook helemaal niet zo intuïtief als jij dat het suggereert. Ja, maar het woord intuïtief haal ik uit de boeken. Dus intuïtieve lezing en zo. Ja. Een mooi voorbeeld. 100 jaar geleden, 1500 jaar geleden, waren er zat mensen die zeiden, ja, natuurlijk heeft God alles in één keer geschapen. Niet in 6 dagen. He, dus dat ook al die 6 dagen, dat een aanpassing is, een manier om het te vertellen. He, dus in die zin klopt het inderdaad niet zoals je dat zegt. Heerlijk. Ja, René, wat blijft er voor jou over na de 25 antwoorden? Twee vragen, denk ik. De eerste is, hoe lees ik nou de Bijbel? Goed, dat hebben we al gehad. En de tweede is ook wel het punt wat je net ook noemde in de inleiding, de ziel. Dat is een hele interessante, omdat ik ook met iets anders bezig ben. Er loopt een hele discussie momenteel over hoe we met embryo's omgaan, bijvoorbeeld. Nou, daar speelt het ook mee van, ja, wat is een embryo eigenlijk? Is dat een bezield mens? Is dat een klompje cellen? Nou, jij en ik zijn ook klompen cellen, maar een beetje groter. Dus ergens zit er een punt van, ja, waar is het beschermwaardig? Vanaf het allereerste begin, vanaf de conceptie of later. En nou, daar zitten heel veel haken en ogen aan. Ook in het ontstaan van tweelingen, de mogelijkheden van synthetische embryo's, et cetera. En dat is een heel boeiend terrein, denk ik. Maar waar nog heel weinig antwoorden zijn. Zijn Arnold Huig en Martine Oldhoff al in de zaal of niet? Niet, want die gaan namelijk die vragen beantwoorden. Maar dat weten ze nog niet, want die zijn onderweg. Die gaan het namelijk hebben. Die gaan het namelijk hebben over de ziel. Ten slotte... Jullie zeggen in je boek, in je inleiding, ik citeer maar eventjes, christenen hebben achterstallig onderhoud te doen. Het
kan zo niet langer. Daar zit heel veel urgentie in die zin. De man die het meest knikt op deze zin, dat is Rick. Ja. Ja, dus de afgelopen tijd las ik iets vaker het Reformatorisch Dagblad dan normaal gesproken. En het viel me op hoeveel aanhangers van Richard Dawkins we daar aantreffen. En ik misschien aanhangers van Richard Dawkins. Dus je hebt gewoon biologen die doen hun onderzoek en die werken met de evolutietheorie, verbinden daar niet zoveel aan. Mensen als Dawkins, een kleine minderheid, die verbinden daar allemaal levensbeschouwelijke elementen aan. Het proces is blind, kan niet door God geleid zijn, ze zijn wegwerpproducten. Dat soort dingen. En wat ik in de wat orthodoxe christelijke achterban vaak aantref, is dat ze opmerkelijk genoeg met Richard Dawkins meegaan daarin. Dat veronderstellen dat dat de evolutietheorie is. En nou, mijn hoop is dat dat gaat veranderen. Dus dat we die vraag stellen van, klopt dat überhaupt wel? En Richard Dawkins zegt ook, ja, als je een echte christen bent, lees je de Bijbel van kaf tot kaf letterlijk historisch. Intuïtief, zoals sommigen noemen. Dus, en daar gaan we dan in mee. En waarom zouden we dat doen? Oké, dat is een vraag voor vandaag. Jij knikte ook toen ik zei, ik citeer nog maar eventjes deze zin. Het kan zo niet langer. Christenen hebben achterstallig onderhoud te doen. Het kan zo niet langer. Ja, de urgentie zit voor mij heel sterk in de vele jongeren die in het verleden en ook nog steeds, zeg maar, ook de kerk en geloof, zeg maar, beginnen te twijfelen, kerk en geloof gaan verlaten, ook letterlijk uit mijn, toen ik zelf jeugdouderling was, meegemaakt. En dat mede vanwege het feit van de evolutietheorieën. Ze komen gaan naar de universiteit, ze hebben net belijdenis gedaan. En daar horen ze ineens zoveel andere dingen en ze hebben nooit gehoord dat het anders kan of anders zou moeten. Er is nooit over nagedacht met ze. Ik denk, nou, dat kan echt niet langer. Dan zijn we echt verkeerd bezig. René, nog een antwoord? Dan stop ik. Het is bijna 10 uur. De urgentie. De urgentie, ja. De omgang van de kerk met wetenschap staat ergens in de top 6 of top 10 van redenen voor kerkverlating door jongeren. Dus even aansluitend bij wat William zegt. Dat is heel urgent. En dan verbaast het me eigenlijk dat er op een boek vol met theologische en filosofische hoofdstukken, de belangrijkste kritiek erop is van, ja, maar evolutie klopt niet. En dan denk ik van, ja, dan slaan we een stap over. Dan durven we dat niet te doordenken en dan durven we ook niet die vragen te stellen. En dat vind ik jammer. Want even voor de helderheid van de zaal, de aanname van jullie boek en God zag dat het goed was, van jullie als redactie, we hebben het gehad hoor, en van het overgrote deel van de schrijvers, 23,5, dat is dus inderdaad, de aanname is, stel dat evolutie waar is. Of eigenlijk, evolutie is waar. Er zijn goede argumenten voor. Ja, en ook. Ja. Dus je kunt gewoon kijken van, nou, stel dat het waar is, laten we dan doordenken. Wat betekent dat voor je bijbellezing, voor je mensbeeld, voor verlossing en dat soort dingen. En als wij het niet doen, dan doen onze jonge mensen het wel. En die haken dan misschien af. En dat kan ik niet hebben. Dat zou ik zo erg vinden. Ja, ik zou zeggen van wetenschapsfilosofisch is er gewoon, kun je er niet omheen, zeg maar, om dat heel erg serieus te nemen. Al moet ik zeggen van, ik ben vandaag wel heel erg benieuwd naar het debat straks tussen Gert van der Brink en Jeroen. Wie weet dat Gert weer ander licht op de zaak werpt, omdat ik dat helemaal moet gaan herzien. Maar daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dan komt er weer een nieuw boek. Dan staan we hier weer volgend jaar. Wat leuk. Hartelijk dank. Applaus voor de drie. Mooi. Dat waren de drie samenstellers van dit heerlijke boek. Althans, qua leesbaarheid ook wel. Het woord is nu aan de man die het allemaal, onze aanstichter tot dit congres. Dat ben jij natuurlijk, Gijsbert, want jij hebt eerder dat boek geschreven. Ik haal me even in de lucht voor de mensen die het allemaal niet zo goed volgen. Dit boek, dat is natuurlijk de aanleiding tot het schrijven van dit boek. U weet het allemaal, hè? En tussendoor dacht Martjan Paul, maar dan schrijf ik er ook een. En dat is dit boek. En we gaan het met name hebben over deze als aanleiding tot deze. En af en toe, dan komt er een stoorzender langs. En die gaat er dwars doorheen fietsen. En dat is deze. Het boek oorspronkelijk van Martjan Paul. Ik leg ze weer terug. Ze komen nog heel veel keren weer op deze tafel. En Gijsbert gaat nog maar eens een keer ons vertellen waarom die heeft geschreven, wat die heeft geschreven en waar die nu ongeveer staat. Thank you.